Bij deze, doe even een duimpje omhoog. En als jullie nou weer willen dat ik dit meer van zulke dingen ga doen, is dan Minigames Brian doet. Hier is de stinkspray, de zwarte. En dit is de rotte ei. Hallo kijkers van Nieuwe Games, welkom bij deze nieuwe Minigames met... Brian doet. Wij zijn vandaag in een nieuwe game op Cubecraft en dat heet Egg Wars. En waarschijnlijk ben ik een van de eerste die dit uploadt in Nederland, want het is echt net nieuw volgens mij. Ja, dat weet ik niet zeker. Ik heb er ook nog nooit echt van gehoord en dit is ook echt het tweede potje ofzo wat ik... What the fuck? Ja, je hebt Single Iron, dat hoort. Maar kijk, het is dus de bedoeling dat je gold en iron en zo pakt en diamonds, maar diamonds kan je alleen nog uit het midden pakken op het begin. En dan moet je proberen zo rijk mogelijk te zijn en je egg te beschermen. Dus dat is eigenlijk het doel. Het is een soort Skywars, maar dan beschermen van je egg en niet beschermen van jezelf. Maar kijk, zie je? Hij is broken. Nu moeten we dus 5 diamonds geven aan dat ding om hem te maken. Maar die 5 diamonds moet je uit het midden halen. Oh, die moet je minen ofzo? Nee, in het midden staat zo'n diamond, ook zo'n ding die gold geeft en iron, maar dan... Dus moet je egg beschermen, daar komt het eigenlijk op neer. Oké, ik heb al wat armor, dus ik ga nu gewoon toe de midden, ja? Ik ga gewoon bloks halen en dan ga ik zo snel mogelijk diamond mine krijgen. Want dat is echt het belangrijkste. Maar ze kunnen jou dus niet afschieten? Nou, kan, maar dat is meestal niet zo snel. Oké, nu heb ik echt het gevoel dat ik net zoals Kyrie straks afgetieven door eieren. Nee, je krijgt geen eieren. Je kan wel een boog kopen van diamonds, maar zijn al mensen, dus we moeten wel een beetje opschieten voor de diamonds. Oké, lekker Brian. Want sommige mensen gaan gewoon gelijk iron pakken en gaan gelijk vol erop. Vol diamonds halen, hoppa. Ja, oké. Ben jij nu ook nog aan het... Nee, ik ben nu bij jou. Ik heb nu geen blokken meer. Oké, dan ga ik even weer wat spullen verzamelen, ja? Ja. Oké, cool. Dit is nou teamwork, dames en heren. En wacht, oh god, ik dacht dat het een vijand was, maar die zag er zo raar uit opeens. Oh, ik heb 33. En hoe kun je die upgraden? Ja, gewoon... Ik ga dood, ik ben dood. Nee. Ja, ik ben dood. Nee. Ja. Maar je staat hier nog. Nee, ik ben dood. Oh, nee. Ja! Omdat ons egg niet... Yes, Brian! Omdat onze egg daar niet... Je weet wel dat die egg, die we hebben, die we moeten beschermen. Ja. Als die niet dood, als die niet kwijt is, dan respawn je ze. Oh. Yes, gek! Ja, ik zeg al, je staat daar weer. Jij helemaal stressen. Ja, ik dacht dat ik ga diamonds halen nu. Ik zie heel veel diamonds, Brian. Hoe kom je aan? Oh, die kun je ook gewoon oppakken weer. Ja, oké, ik heb 4 diamonds. Nog eentje. Ik heb er nog één. Ik ga nu eigen diamond mine bij ons. Eigen diamond. Oké, kom terug. Ja, ik weet niet echt hoe je het moet noemen. Diamond Generator. Dit is op zich wel, het is een ander spel, maar op zich is dit wel leuk voor qua tactiek en zo. Ja, hier moet je wel goed teamwerken. Dit is eigenlijk leuk als je met ongeveer 5 vrienden of zo bent en dan 5 in een team. En dan ga je lekker met z'n allen, ga je de hele tijd... Waarom zou je, bijvoorbeeld, kijk, je kan ook zeg maar pickaxes laten maken, maar waarom zou je dan een pickaxe laten maken? Hier heb je het wel zo. Om die egg te slopen. Oh, van een ander weer? Ja, van een ander. Oké, het lijkt wel een beetje in de vet, het is een beetje, in mijn ogen is het een beetje een mix van Annihilation, van Shotbow, en een beetje Skywars. Maar dan in het klein ja, of zo. Ja. Want je hebt een Nexus, maar deze gaat in één keer dood. Ja, dus één hak is kapot? Ja, zoiets dacht ik. En heb je ook een bepaalde tijd wanneer je die gewoon kan moorden, of is het gewoon gelijk in het begin? Nou, je kan gewoon altijd... Oké, cool. Ik ga dan alvast naar de vijand toe, ja? Ja, als jij een stukje bouwt, ga ik heel snel wat armor en shit fixen voor mezelf. Oké, dat is goed. Ik heb echt helemaal niks. Oké, ik heb echt wat meer gold nodig. Ik ga denk ik obsidian kopen straks. En dat ga ik dan ons ei neerzetten. Dan kunnen ze dat niet slopen. Wow, ik kan iron drop. Gast, wat doet die man met onze ei? Oh, hij bouwt om het ei heen. Oh, ik denk al, wat molt hij ons ei? Nee. Ik denk, gast, wat doe je met mijn ei? Maar wij zijn nog met z'n drieën en andere teams nog maar met 2. Dus dat gaat goed. Maar we moeten heel even kijken, want ik heb net nog 1 diamond nodig. Want dan ga ik hem heel even upgraden. Dan krijgen we 5 per... Ja, nu krijgen we per 5 seconden 1 diamond. Dus dat gaat al een stukje sneller. Maar mensen, ik heb echt een vraag naar jullie. Wat vinden jullie eigenlijk van dit spel? Ik vind het wel een leuk spel. Maar je moet er wel goed bij nadenken op zich. Dus ja, het lijkt een soort een beetje wiskundespelletje of zoiets. Ja. Je moet gaan rekenen. En dat is op zich wel... Het is wel vet. Maar het is wel heel ingewikkeld om het even zo te snel te spelen. Volgens mij kan zo'n potje ook heel lang duren. Zit er een maximale tijd aan een potje? Nee, zo'n... volgens mij niet. Dus het gaat echt gewoon om wanneer zo'n Nexus of zo'n slash zo'n ijs. Ik heb eten nodig, maar gelukkig heb ik... Ze zijn er slim, want ze laten je bijvoorbeeld geen hout kunnen krijgen. Want anders kon je bijvoorbeeld een crafting table krijgen, snap je? Ja, zo.
En dan hey, maar die gast die, bouwt naar mijn brug, dus ik ga niet terug, ja? Dus zet je schrap, ja? Er komen zo meteen vijanden. Dus ja, pak even golden apples. Ik heb iron nodig, diamond nodig, maar die gast pakt het de hele tijd. En ja, gaat denk ik niet upgraden naar het volgende level. En zulke goede stuff heb ik niet. Maar misschien als ik snel even nog wat gold pak, als hij het niet heeft gepakt, dan kan ik misschien heel even een boog kopen. Maar die kost 15 diamonds. Oké, okay, cake voor iedereen. Eet cake! Eet cake! Illuminati incoming, let op! Ja, ze komen! Gast, let op die brug, ze hebben eraan vastgebouwd, sowieso. Oké, let op, ze komen hier zo meteen. Ja, rustig aan. Brian, heb je een golden apple? Ja, 1. Oh, er zit nog 6, maar ze hebben er bijna aan vastgebouwd. Okay, dus je kunt zoeken, ik zeg als ze... Oké, hun bouwen nu ook, kijk uit, ga terug. Ja, hun gaan nu ook bouwen. Echt? Stop. Oh, hij gaat hem hoog bouwen. Laat hem maar bouwen. Wacht, hem... ik ga een boog snel halen proberen, ja? Ja, oké, okay, cool, ik ga ook terug. Brian, let jij heel even op de brug? Ja, is cool. Dan ga ik dansen. Oké, okay, laat hem maar komen, laat hem maar komen. Die gast pakt steeds alle diamonds. Oké, okay, ik hang heel even de brug snel weg. Niet alles, hè? Nee, het begint zo bij ons. Dan moet hij weer bouwen, dan kunnen wij ondertussen bogen. Weet je, ja. Een slimme tactiek. Oké. Okay. Hey, wacht even, ik ga nu even weer terug. Hij maakt nu gewoon letterlijk een fucking lijn al. Maar, hey, wat wil je dat ik doe? Wil je dat ik een boog koop zonder enchant of sparen tot een boog met power 1? Oké, ik heb heel even wat diamonds verzameld en Brian zegt net dat hij er bijna is. Dus ik ga heel snel... een boog kopen, want die heb ik echt nodig. Hij is weggerend, hij is terug. Kom die trap op. Gast, iemand ging dood bij ons. Serieus? Ja, er ging net iemand dood. Kijk, zie jij die trap bij mij? Wacht, ik heb een boog. Ik weet niet waar jij bent heel even, maar... ik kom op ons eiland. Oh ja, ik zie je. Je kan via de generator kun je erop klimmen. Oké. Okay. Maar hier kan je niet. Ik zag hem net hier lopen, nu is hij opeens fucking weg. Kom, we gaan hem gewoon naar ze toe. Ja, iemand had hem gekild. Dus daarom... Oh, echt? Ja, ons team had... Ik heb hem niet gezien. Hoeveel klappen moet je doen dan? Om iemand te killen? Ja, gewoon hetzelfde. Het zijn je normale hart. Oh, no. Ik heb hem niet zien hitten of zo. Heb je al diamonds gehaald? Volgens mij hebben ze TNT gebruikt hoor. Dus opeens een heel groot stuk van de weg weg. Ja, weg. ik ga heel even 25 diamonds sparen. Oké, ik ga gewoon naar hun eiland, ja? Ja, wacht op mij. Oké, gast. Ze kijken niet. Er staat een fucking noob. Sloop een egg, ja? Dat is het belangrijkste. Oké, is cool. Oké, okay. Kamikaze to the max! Oké, lekker Brian. Oké, gasten, dit is best een spannend spel, maar ja, er zit soms niet echt heel veel actie in. Maar het is dus eigenlijk een beetje sparen ook. Maar ik spaar nu heel even tot deze level 3. Wat? Oh my god, nee! Ja, ik heb hem! Lekker! Eén hartje, kom hier naartoe, gast. Nee. Hij komt weer! Ga weg! Gast, heb je de egg gesloopt? Nee. Ik ga mezelf inbouwen, help Quinn! Ik ga je dood! Ik zit in mijn eigen auto, tikkiet! Yellow's egg has been destroyed. Jij bent nu bij Team Yellow. Ja? Nee. Oké, ik heb bijna 25 diamonds, jongens, voor een level 3 generator van diamonds. Dus dan krijg je per 2,5 seconden 1 diamond. Nu hebben we nog een generator, hè, dat weet je. Ja! Want we kunnen die van hun ook gebruiken. Ja, alleen moeten we wel een dit stukje... Zij, of is het nou van zij, of is het nou van hun? Van hun. Ik zou het ook niet meer weten. Nee, maar ik word daar op. Het enige waar ik op word verbeterd is zij en hun. Maar het is hun. Nee, zij. Hun. Nee, het is hun. Oh, maar die gasten die waren helemaal niet van geel. Die kwamen van blauw af. Maar die bestaat niet meer. Nee, precies. Dus daarom zijn ze doorgelopen. Oké, ik heb. Nu krijgen we ziek snel diamonds bij ons eigen eiland. Ziek snel. Het spel is wel episch, maar het is wel heel ingewikkeld. Damn. Ja, ik ga. Spaar heel even nog wat diamonds. Ik ben nu bij blauw, dus... Oh fuck, gast, we zijn nog met 2 teams. We zijn gewoon met de meerderheid. Ja, we zijn kapot goed bezig. Als we deze winnen, jongen. Oké, nee, ik ga niet weer wetjes doen, want ik weet hoe het gaat met onderbroeken, met bitch claps en alles. Ah, vooruit. Oké, als we deze winnen... Ik heb hier nog een paar bean boosteld liggen voor de mensen. Daar eet ik wel een vieze bean boosteld op. Maar ja? Omdat ik gewoon één vieze opeet. Oké, wacht even, hè, Brian. Nog niet weggaan, hoor. Ben je bij ons eiland nu of niet? Nee, ik ben nu helemaal bij blauw aan het doorbouwen. Oké, wacht. Ik kom langzaamaan naar jou toe. Bijna klaar. Ik hoop heel even nog een diamond. Ik ben echt heel eind lopen hoor. Ik ben aan de andere kant van de map volgens mij. Okay, wat kan ik nog kopen op voorbereiding? Ik ben nu bijna bij roze. Oké, dus dan ben je pittig ver, ja. Oké, dat kan ik nog kopen. Oh, eentje heeft een diamond sword, dude. Ja, ik heb er ook een in staan. Oké, eentje zit in het midden en eentje zit op zijn eigen eiland. Eentje zit in het midden? Ja, eentje zit in het midden. Ik ben ook in het midden. Oké, ik ga met een geheim. Dan ben ik dat wel. Maar ik weet niet waar paars zit. Ja, maar ik weet niet waar paars is. Waar zit paars, gast?
Ja, het zit helemaal aan de andere kant van de map. Als jij naar geel gaat, kun je naar blauw. En van blauw kun je naar roze. Dan heb ik een hele weg gemaakt. Ja, maar, en dan... Oh, ik zie paars. Ik zie paars. Hun hebben allemaal glas om hun ei. Nee, dat zijn van die inktvissen. Of van die kwalvissen. Weet je wel, kwalvissen. Maar ik zie serieus paars daar. Ik ga er nu naartoe. Ja, beter. Ik ben er ook heel erg bij. Ik zie nu een paarse kwalvis. Kwalvis? Oké, ik schiet er nu op hun met een... Ja, ik zie het. Volgens mij zie je mij nu bouwen. Ja, ik zie jou bouwen. Ik hit hun heel erg. Ik ben bijna de gast. Ja, kijk uit, Brian. Straks word je geknald. Zien jullie mij niet? Ja. Je ziet mij. Ik zit erop. Oké, wacht even als ik er ben, ja? Ja, kom snel, Brian. Snel, nu. Oké, Brian, nu. Aanvallen. Oké, hak jij dat ding? Nee. Ik kill hem. Ja, ik heb hem. Lekker. Ik kill hem, gastje. Heb hem. Ik heb hem, Brian. Oké, ga naar dat kut-ei. Ja, wat is er dan met dat ei? Dit moet je omhakken. We hebben gewonnen. Ja, maar ik word gehit door een noob. Oké, Brian. Gast. Ze hebben obsidian. Hoe kan ik dat hakken? Oké, wacht. Dek mij. Ja, ik dek jou. Probeer ik. Fuck. Als ze mij één keer hitten, kan ik het dan niet meer hakken. Ja, ik ga nu beschermen. Ik hoef maar twee keer te hitten en dan zijn ze dood. Dus dat is niet zo moeilijk. Oké, ik heb hem bijna om, zo'n blokje. Nee. Niet... Dek me goed. Nee! Nee, ik moet over... Oh nee, ik moet niet overnieuw. Dek me goed. Ja, het is heel erg moeilijk om je goed links, te dekken. Links. Oh my god, ik heb bijna het blokje. Ja, ik zie bijna. Je. Snel, gast. Ik zweer, ga snel. Kut blokje. Bijna. Ja. Kom op. Bijna. Ja, lekker. Heb je hem gebroken? Is hij gebroken? Ja, hij is gebroken! Toch? Ja! Can only blaze during the game. Huh? Waar zit dat ding? Zit hij hier niet onder? Hier, sloop jij die daaronder helemaal. Okay, we gaan cool. Nu diamonds halen, like what the fuck, wij kunnen ja, killen. Mol die brug, dan kunnen ze niet meer terug. Want we gaan nu al die loot pakken en dan gaan ze loot kopen. Ja, dus mol al die bruggen en bak muren. We hebben gewonnen! Yo, lekker dude! Holy lekker shit. Gast! Wow! Wat? Lekker bezig! Bimbozo! Wow. Wacht, nice. Moet ik nu eens eten? Ja! Oh. Nou weer deze! Oké, ik pak voor jou. Ik pak de Stink Die Spray. Of het is Licorice of Stink Spray. Ja. Ja? Ja, eten. Of ik pak Rotte Ei. Rotte Ei, ja gelijk, nu. Okay. Gelijk. Mensen, holy shit! Bij deze, doe even een duimpje omhoog. En als jullie nou weer willen dat ik dit meer van zulke dingen ga doen, is dan Minigames Brian doet. Hier is de stinkspray, de zwarte. En dit is de rotte ei. Oh gast, wedden dat ik altijd de vies heb. Dit is trouwens een... Ik heb een speciaal website gevonden waar je dus 75% vies hebt. Dus ja, met 75% kun je zeggen dat deze vies is. Oké, moet ik tegelijk doen of stuk voor stuk? Stuk voor stuk. Oké, ik doe eerst 3, de zwarte. Dat, dit is de 2, stinkspray. 1! No, oh, gast! Oh! Oh! Gast! Vies? Oh. Vies? Moet ik het doorslikken? Ja. Doe het! Heb je het gedaan? Oh my god. Oh. Doe het, jongen. Oh. Heb je het gedaan? Bijna. Oh. Ik heb koppijn. Oké, Brian. Ik heb de eerste op. De volgende, 3, 2, dit is rotte ei! 1, nu! Ja, dit is rotte ei. Ah, fucking vies. Dude. Mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog voor Brian. Check zijn kanaal in de beschrijving voor meer van deze Bean Boosters shit. En allemaal andere stunts op zijn kanaal. En ik check jullie de volgende keer weer. Later.